beste kijkers, mocht je dit programma nou belangrijk of goed of leuk vinden of entertaining of vermakelijk, mocht je denken van dit, ik wil het helpen, ik wil steunen, dat kan. Linkjes vind je onder de video. Dat zijn linkjes naar Patreon en Petje Af. Ik zou zeggen, zet de video nu nog even op pauze en doe dat meteen even. Anders vergeet je dat straks weer. En iedereen die dat deze maand heeft gedaan, wil ik heel erg bedanken. En dan, zonder nu verder nog te vertragen, wil ik de gast van vandaag aankondigen. En dat is niemand meer of minder dan Jessica Duurlacher. Jessica, hartelijk welkom. Oké, leuk. Ja, ik had er volgens mij al best wel een tijdje het idee van, het lijkt me leuk om met jou van gedachten te wisselen. Gewoon om wat ik af en toe voorbij zie komen. Nu was er eigenlijk een hele directe aanleiding. Namelijk, ik had een essay of een stuk gepubliceerd in NRC. Naar aanleiding van de aanslag op Israël door Hamas op 7 oktober 2023. Dat vond ik een heel scherp stuk. En ik ben zelf echt, wat ik volgens mij ook al aan jou vertelde, maar wat ik ook al vaker in de podcast heb besproken. Ik was zelf best wel heel erg in shock van die aanslag. Het was echt iets wat, ik ben eigenlijk al 3 maanden lang, eigenlijk elke dag, voortdurend over aan het nadenken. Ik merk dat het echt mijn denken beheerst. En ik vond het stuk heel scherp, dus ik dacht, het lijkt me goed om langs te komen. En dat als aanleiding te nemen om een gesprek te hebben daarover. Of misschien over alles wat je in het stuk aanraakt. En misschien dat dat wat zicht, misschien voor mij, misschien voor ons. En misschien zelfs voor een luisteraar, wat zicht in deze mist laat doen ontstaan. Dus dat was mijn plan en dat brengt mij hier. Mooi, goed, fijn. Ja, nee, het is fijn om er een keer over te praten. Want ik heb natuurlijk wel al een avond in de Bali over dit onderwerp gehad. En dat ging dus niet de kant op die ik wilde. Maar wat ik over dat stuk nog kan zeggen is natuurlijk dat het voortkwam uit een ongelooflijke ongelukkigheid natuurlijk met wat er gebeurd was. En het feit dat ik me niet meer durfde uitspreken. Dat ik voelde, of ik durfde het wel, maar ik dacht, het is zo beladen en het is zo groot. En hoe krijg ik mijn weerzin en geschoktheid naar buiten? Want dat lukt eigenlijk niet. Want er zijn zoveel mensen die het gaan ontkennen. Of gaan verkleinen, belittelen. En die met ja maar komen, vooral dat. En die in die ja maar eenzaamheid die ik voelde, die moest op een of andere manier eruit. Ja. En de directe aanleiding om het te schrijven was uiteindelijk iets anders. Het was natuurlijk 7 oktober, maar daarop volgden natuurlijk verschrikkelijk veel reacties. En eigenlijk is de reactie van mijzelf, de frustratie en het ongelukkige daarover. Hè? De oproep van Ramzi Nasser. Dat vond ik heel moeilijk om te verdragen. Ja, dat was zelfs op tv, toch? Ja. Hij heeft volgens mij eerst een stuk daarover geschreven en daarna op tv. Ja. En de strekking was, we kennen de namen van de slachtoffers van Israël, maar waarom kennen we de namen niet van de slachtoffers van Palestijnse zijde, of van Gaza specifieker dan? Dat was een beetje de strekking, hè? Ja. Of sla ik nu iets belangrijks over? Nou, dat was de strekking, maar het was ook, Israël doet allemaal verschrikkelijke dingen en iedereen sterft en niemand. En alle slachtoffers die in Israël zijn gemaakt, die worden door de Israëlische en de buitenlandse pers geanonimiseerd. Terwijl alles wat in Palestijnse zijde gebeurt, is anoniem. En dat is alleen maar. En gigantisch groot. Eigenlijk suggestie van Nasser veel groter. En nou ja, dat het onrecht daarvan valt heel moeilijk te communiceren. Want het is ontegenzeggelijk heel erg naar gruwelijk als er bombardementen vallen. Dat kan je helemaal niet ontkennen. Ja. Dus als je dat gaat doen, dan ben je natuurlijk een monster. Mijn
afschuw over zijn reactie. Want er zat heel veel stellingen. Natuurlijk allemaal premisses. Hè, waarmee hij daarover praatte. Maar de premisses waren leugens. Ja. En daar gaat het om. Alle gijzelaars, alle doden uit Israël en Europa hebben hun namen gekregen. Hun familieleden en vrienden zijn gehoord hier op tv, in de krant. Hun levens, dromen, idealen zijn ons bekend voor altijd. En ik vind dat terecht. Wel heb ik een vraag. Hebben Palestijnse levens eenzelfde waarde voor ons? Kennen wij ook de namen van hun dode baby's, hun vernederde grootouders en vermoorde kinderen? Kennen wij hun individuele dromen, vrienden, schoolrapporten? Palestijnse levens worden doorgaans per aantal genoemd. 48 doden, 1200 gewonden. Geen namen, maar nummers. En dit geeft aan hoe wij ons mededogen verdelen. Want ook Palestijnen worden levend verbrand. Ook Palestijnse dorpen kennen pogroms, uitgevoerd door Israëli's. Palestijnse kinderen worden gemarteld, zitten jaren gevangen zonder aanklacht of hulp. En dit gebeurt generatie op generatie, al meer dan 75 jaar. En misschien zijn we daardoor immuun geworden. Het zijn voor ons geen mensen, het is verzameld leed. Houdt het dan nooit op? Maar voor mij is het familie. En ook ik denk, houdt het dan nooit op? Alleen heb ik het over de blinde steun aan een voor mij overduidelijk systeem van apartheid en etnische zuivering. Kun je de kern beschrijven van waarom je juist zo aanstoot nam en Ramzi Nasser die dat dan zegt? De kern is natuurlijk dat iedereen heeft recht van spreken. Dus ook hij. Het pure vreedheid. In welke verhouding moet je dat zien tot oorlog? Weet je, wat Hamas deed op die 7 oktober was zo onvergelijkelijk gruwelijk. Ja. Wat die mensen met mensen uit hebben gehaald. Ik ken de verhalen uit de Holocaust. Mijn vader overleefde Auschwitz en nog drie andere kampen. Die heeft echt zijn portie gruwelen echt met eigen ogen gezien. En ik heb gezien wat dat met hem deed. Ik bedoel, niet dat ik de gruwelen heb mede kunnen zien, natuurlijk. Maar daar zit een soort donkerte altijd in zijn ogen, waarvan je weet, die heeft dingen gezien die zijn gruwelijk. Te erg voor woorden. Te erg voor woorden, zodanig dat hij ze ook niet kon vertellen. En dat was hier natuurlijk ook zo. Alleen hadden ze het gefilmd. Dus we hebben het kunnen zien, allemaal. We hebben het kunnen zien. Ik kan niet aan. Ik heb het, als ik de woorden alleen maar hoor waarin mensen beschrijven wat er is gedaan, hè, dan ben ik al, ja, heb ik het al gezien. En dan is het al een soort kwelling. Die draag ik ook elke dag weer mee. In de vele discussies die ik met mensen heb, waarbij mensen die in die ja-maar-reflex schieten, merk ik aan mezelf dat ik op een gegeven moment als antwoord begon te geven van maar het gaat me niet om de schaal van de horror. Dus je zou kunnen zeggen bombardementen en zoveel duizend doden, dan heb je het over een schaal van horror. Dus dat, maar voor mij gaat het veel meer om de aard van de horror. En dat sluit denk ik ook aan bij wat jij zegt van, het gaat om wat het type horror is. Dus inderdaad wat je van Hamas hebt gelezen en gehoord van 7 oktober, dat heeft een bepaalde gruwelijkheid, een bepaalde perversiteit, een bepaalde bruutheid, een barbaarsheid, middeleeuwsheid. Nou, je kunt eigenlijk allerlei superlatieven bedenken die gepast zijn. Maar dat is echt zeg maar van het ergste van het ergste soort horror wat een mens kan overkomen. En dat is wat mij zo. En niet, wat kan over, niet alleen wat kan overkomen, maar ook dat er mensen zijn die dingen doen. Maar in de ja-maar-discussie gaat het natuurlijk over een soort van, we moeten naar de context kijken. Hè? Ja. En dat deed Nasser natuurlijk ook. Ik bedoel, honderden jaren van, of in ieder geval 75 jaar pure onderdrukking en onrecht. En elke keer maar die aannames
van dat onrecht en de vluchtelingen en die cultus van het vluchtelingschap, wat de Palestijnen natuurlijk sowieso heel erg koesteren. En waarvan ik denk van, hoezo? Hoezo moet je mensen die altijd geholpen worden, en waarom moeten dat vluchtelingen blijven heten als ze overal door het Midden-Oosten zijn verspreid? Mijn vader was ook een vluchteling. Heeft hij zich ooit als zodanig nog geafficheerd? Of nee, natuurlijk niet. Je moet op een gegeven moment door de geschiedenis je verplaatsen. Dat is heel vreed. Dat is heel erg. Maar vervolgens, na 75 jaar, is het stof neergedaald. Ben je dan nog een vluchteling? Ik vind eigenlijk, nee, je moet je bestaan proberen op te bouwen en iets van te maken. Goed, en wat hebben de Palestijnen, zeker in Gaza, gedaan? Op een ongelofelijke manier alleen maar geijverd voor een kolossale opstand. En een weerzin tegen de Joden die om hen heen wonen. En dat gevoed, elke dag weer gevoed in alles. En dat wordt door ons, de UNRWA, gewoon gesteund. En dat vind ik gewoon, het is zo pervers. Het hele systeem is zo pervers. Als de aannames van Nasser, die gaan daarover natuurlijk ook. Over het onrecht op de Palestijnen. En ik zie ook wel dat er verdriet en ellende is. Natuurlijk is dat zo. En het gruwelijke van die bombardement, ja, dat is onvoorstelbaar. Ik bedoel, mijn vader ook weer heeft ook het bombardement van Rotterdam overleefd. Zijn huis was ingestort. Het zijn allemaal dingen die zijn super traumatisch. En om me heen lagen de lijken. Weet je, in van de ene dag op de andere was dat natuurlijk een soort horrorfilm waar je dan als kind ook in terechtkomt. En dat hebben die kinderen in Gaza natuurlijk allemaal meegemaakt. Of ze zijn gestorven. Dat is allemaal onvoorstelbaar gruwelijk. Maar er zit zo'n boosaardig systeem onder die aanval op 7 oktober, zo'n ongelofelijke haat, dat je denkt, ja, ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ik bedoel, mijn stuk moest gewoon gaan over wat het met me deed. En namelijk dat het me tribaal maakt. Nou, nee, terwijl je dat is iets wat je van huis uit meekrijgt, dat je dat niet te veel moet proberen te zijn. Het is iets primitiefs. En die primitiviteit, hè, van tribalisme, van ik sta voor mijn groep en ik ben tegen die andere groep, dat is iets heel afstotends eigenlijk. Iets wat je eigenlijk rationeel en ook gewoon cultureel verwerpt. En door datgene wat er gebeurde op 7 oktober en de reacties daarop en het vergoelijken ervan, van de meest gruwelijke gruwelen, ja, dan komt het tribalisme terug. En als het al in mij terugkomt, die toch, weet je, door allerlei dingen, door opleiding en boeken lezen en een heel lief land wonen en God weet wat, zo, als het bij mij al opkomt, kan je nagaan wat het all over the place aan tribalisme oproept. Het is gewoon aan alle kanten verschrikkelijk. Hoe verklaar jij eigenlijk voor jezelf die ja-maar-reflex bij mensen die zo zichtbaar werd na die aanslag? Want het is ook eigenlijk mijn meest opvallende, trouwens, misschien dat ik er even kort over moet vertellen. Dat was ook mijn grootste observatie van die dagen. Want ik denk dat het komt omdat ik, door wie ik op Twitter volg en wie ik heb ontvolgd. Maar ik had eigenlijk binnen een paar uur volledig zicht op die situatie. Ik zag gewoon live action via Twitter die dag zich voltrekken. En toen zag ik ineens, wat ik vervolgens zag was die Yamaha-reflex. Mm. En toen zag ik de reactie van Israël. En toen ging ik later met mensen praten. Onder andere, de vorige aflevering was met Laura van Dolron, die heel erg begaan is met het lot van de Palestina en met het lot van Gaza. En ik schrok een beetje van haar, van hoe,
hoe weinig zij wist van Israël en hoe weinig ze wist van Palestina en van de geschiedenis. En ik schrok ook een beetje van haar. Ja, dat ze eigenlijk alles op een gevoel baseerde. Eigenlijk op het gevoel wat Ramzi Nasser dan aanspreekt. Van, mm-hmm. het voelt zo erg dat er zoveel mensen sterven door een bombardement. Hè? En toen legde ik haar diezelfde vragen voor. En zij zei eigenlijk van nee, maar het was eigenlijk andersom. Het was omdat Israël zo reageerde. Daarom ging ik Jamaa in de Jamaa-reflex. Ja. Ja, maar dat komt omdat zij zo snel en zo agressief in die wraak schoten, dat het aan het zicht ontrokken werd, ook door hen zelf. Nu zit ik daar weer met een paar weken afstand terug te kijken. En ik heb inmiddels weer veel research gedaan. En ik denk van nee, het was niet zo. Er was heel duidelijk al een Jamaa-reflex voordat de reactie van Israël er was. En Laura van Dol maakte daar weer van nee, maar het was de verwachting van de reactie van Israël. We wisten wat. Oh, wat zullen ze nou weer doen? En, ja, maar ja, dat komt omdat je denkt, oh mijn god, wat gaan ze nu doen? Wat gaan ze jij doen? Misschien. Nou ja, dat was de sfeer daarna. De dreiging van het terugslaan, die was heel voelbaar. Dus daar zag ik zo sterk die mm-hmm. live action, die copingstrategie zich voltrekken. Mm-hmm. En dat lijkt ook een beetje, ik maak het even praktisch om gewoon even een voorbeeld van het gesprek wat nu ook online staat. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarnaar kijkt en hoe jij dat hebt ervaren. En hoe je dat voor jezelf verklaart, dat mensen in die reflex schieten van ja, maar we moeten het ook van de andere kant bekijken. Ja, nou ja, ik ben het in zekere zin wel gewend dat er altijd Israël als een agressor wordt gezien en als een. Dat sowieso Joden en Israëli als een heel andere categorie binnen dat hele racisme en antisemitisme. Antisemitisme hoort helemaal niet bij racisme. Of zoiets, lijkt het wel. Ja. In de hele discussie. En Israël is gewoon altijd agressor. En je denkt, maar dat is al heel lang zo. Hè? Dat was natuurlijk een tijdje in de jaren 60, 70 nog. Een kosher land voor de linkse elite. Gewoon omdat er waren natuurlijk een paar dingen gebeurd. Zoals de oorlog van 67 en nou, ook zelfs nog na 1973, na de Yom Kippur-oorlog. Want het was zo duidelijk dat kleine landje dat aangevallen werd door de buitenwereld. Dat men dat als underdog kon waarderen, dat men terugsloeg. Maar daarna is het al vrij snel misgegaan eigenlijk in de publieke opinie met de meningen over Israël. En ik weet nog dat toen ik klein was, dat ik woonde in Amstelveen en dat er dan één straat verder zat iemand en dat was de baas van het Palestina-comité en dat we daar dan met een boog omheen liepen. Omdat dat toen natuurlijk ook al leefde en speelde. Maar dat was toen heel duidelijk iets waar ook nou, niet de mainstream en de media zich mee identificeerden. Maar nu wel. En dat is heel heel hard, vind ik. Is dat de verandering? Dus de verandering is eigenlijk dus onder intellectuelen en in een bepaalde binnencirkel was het al veel langer gangbaar. En nu sluit de mainstream zich daarbij aan. Is dat wat er veranderd is? Nou ja, weet je, heel veel mensen spreken zich uit tegen de underdog. Dat is gewoon een soort Pavlov-reactie. En ze denken puur op inderdaad onderbuikgevoel dat Palestijnen dat die onderdok zijn. En dat er is onderdrukking en dat woordje koloniaal valt nu ineens. Het volkomen onzin is natuurlijk. Want kolonialisme is een heel andere bron. En een hele andere. Het is iets heel anders. Ja. En Israël heeft gewoon een land ja, ontgonnen. Ja. Maar goed, ik weet wel hoe de redenering in elkaar zit, want ik heb me er behoorlijk in verdiept. Ja. En volgens mij is het allemaal onderdeel van de, inderdaad, wat in progressieve linkse kringen in academies nu circuleert. Dat is eigenlijk vanuit het postmodernisme, vanuit de gedachte dat de intersectionaliteit, dus dat is eigenlijk dus, dat leed zich plaatsvindt op de intersecties van. Dus jij hebt, zeg maar, je kunt een zwarte man zijn. Dat is dan zit je in die onderdrukkingspyramide een tree onder bijvoorbeeld een witte man. Maar als je een zwarte vrouw bent, dan zit je daar nog een tree onder. Als je op die manier kijkt naar een soort
Mm-hmm. Dat je alles als een soort piramidespel, heel plat, heel eendimensionaal benadert. Dan zeggen de mensen die vanuit... Is dat de definitie van interseksualiteit? Nou, nee, dus niet de definitie, maar dat is hoe ik het praktisch zou maken. Dus je gaat zeggen van oké, dus je kijkt naar die kruispunten. Dus als je zeg maar een zwarte man bent... Dan zou je ook solidair kunnen zijn met bijvoorbeeld een vrouw. Want een vrouw kent op dezelfde manier onderdrukking van mannen, zoals een zwart iemand van. En op die manier maak je al die knooppunten. En het is een zwaankleef aan van mensen die zich onderdrukt voelen. En dat is denk ik ook de verklaring waarom ook uiteindelijk iemand als Greta Thunberg, die heel erg voor het klimaat gaat, zich ook betrokken voelt bij Gaza. Omdat dat helemaal die theorie is. Dat je dus met elkaar solidair bent in je leed. En dan is de volgende stap, omdat dit volgens mij uit de academische wereld van Amerika komt, dat daar is eigenlijk de gedachte van Amerika van... dat is ooit woonden hier Indianen. En toen kwamen de Europeanen, die hebben dat allemaal, die hebben al die Indianen verdreven. En dat is het koloniale. Als je het heel simpel zou vertellen, ik zou het zelf niet zo simpel vertellen, maar dat is dan de theorie. En dus in die intersectionaliteit moet je eigenlijk solidair zijn met anderen onderdrukten. En op die manier krijg je een associatieve verwantschap met de Palestijnen en met de originele bevolking bijvoorbeeld van Amerika, de Indianen, en de indigenous people. En dus op die manier kun je zeg maar een theorie creëren waarbij je zegt van nee, maar Israël, dat zijn settler colonialists. Ja, maar... Dat is volgens mij in de notendop de theorie waar de kritiek op gebaseerd wordt. Dat is de theorie, maar dan ga je voorbij aan het feit dat er natuurlijk ook Joden woonden. Ja, dus en het gaat voorbij aan alle complexiteit van die grond, toch? Ik bedoel, het is, als je het hem ook maar eens in gaat verdiepen, dan zie je dat het... Dat is vast totaal even. En bovendien, vergeet altijd dat er uit de omringende Arabische landen, weet ik veel, 800.000 Joden zijn verdreven met heel veel geweld. En net als de Arabische types weer verdreven zijn uit Israël door de... Of verdreven zijn, ook gewoon vluchten, ja. Ja. Ja, dus dat is ook een beetje een soort even pijn. Dus er is natuurlijk pijn aan alle kanten. Maar goed... Wat wou je nou ook weer daarover horen? Want we hadden het over die kolonialisme gedachten en het vastgekleefde associatieve van waar je het net over had. Nou, ik heb er bewust even in hangen, omdat ik het dus interessant vind. Ik denk, als ik nou eventjes zeg maar die kant van het gesprek re-enact. Mm-hmm. Dus ik heb het nu even helemaal uitgespeeld, wat volgens mij de theoretische backbone is van die ja maar... Mm-hmm. gedachten. In ieder geval op academisch level. Mm-hmm. En dan ben ik heel erg benieuwd naar wat jij daar tegenover zou in stelling brengen. Als je stel je zou discussiëren of je zou in gesprek gaan met iemand die dit echt denkt. Hoe zou je dan in godsnaam Hoe zou je dat weer leggen? Israël is natuurlijk uit Gaza weggetrokken in 2005. Israël heeft toen gezegd, Hamas, oké, neem het maar over. Wat ik een... het is wel cynisch, maar ze dachten echt nog... Omdat Hamas natuurlijk ook een organisatie is... die net als de kerk vroeger hier voor heel veel sociale zorg zorgde. Maar alleen op een nog veel onderdrukkendere manier. Heeft men dus ook gestemd voor Hamas. En Israël is daar toen vertrokken. Ze waren hun eigen baas. Er was geen bezetting. Ja. Het hele Gaza was niet bezet. Al weet ik veel, 18 jaar of zo. Dus dat woordje bezetting klopt niet. Dat is fout. Nou, dat is één premisse die voortdurend maar weer opnieuw herhaald wordt. Ja, de Israëlische bezetter. Ja, wat nou? Onzin. Ze hadden het onderdrukkers gekozen. Dat was Hamas. Dan ga ik even helemaal in mijn rol zitten. Hè? Dan ga ik die andere kant. Dan volgens mij is dan het volgende wat wordt gezegd. Van nee, maar het is een soort van prison. Het is een gevangenis. Het is oké, het is misschien een autonome zone. Maar er staat een hek omheen. Ze kunnen daar niet weg. Maar naar het zuiden is het nog veel erger vastgekit. Die hele grens met Egypte. Die hebben... net zo'n enorm hek geplaatst, omdat er inderdaad een hoop terreur vandaan komt. Dus Israël wilde ze inderdaad niet binnen hebben. Dat klopt.
Ja. Maar Egypte dus ook niet. Ja. En dat maakt het zo tragisch natuurlijk, dat ze aan alle kanten dicht zaten. Ja. Maar rijke Palestijnen konden wel degelijk reizen. Ja. Dat lukte wel, vreemd genoeg. En dan waren er nog de tunneltjes. Vergeet niet dat de tunnels er ook nog zijn. Dus alles wat er in Gaza gebeurt, wordt natuurlijk wat aan goede dingen gebeurt, is gebeurd door het buitenland. Steun en geld en weet ik, verstromen die daar naartoe gaan. Ja, wat gebeurt er? Wat doen ze? Ze hebben maar één doel en dat is zich te verzetten tegen de Joden. Ik ben ook niet voor dat Netanyahu zo'n deal heeft afgesloten met Hamas. Dat is achteraf niet goed geweest. Het is ook naïef geweest. Dus hoe kun je met zulke engers in zee gaan? En hopen en geloven dat dat goed zal blijven gaan. Het is een soort containment van het kwaad of zo. Waarvan ze dachten dat ze het in de hand hadden. Dat is dus niet zo gebleken. Dat is natuurlijk heel erg verschrikkelijk. En ook dom. Ik vind dat ook dom. En je kunt niet met kwaad en met zulke moordzuchtigen die dat gewoon in hun vaandel hebben staan, in hun manifest hebben staan. Het gaat alleen maar over dat ze de Joden dood willen hebben. Dus hoezo zou je dan denken dat ze daar veilig en rustig met z'n allen stil blijven zitten in dat Gaza? Dat is natuurlijk onreëel gebleken geweest. En die raketjes die af en toe werden gestuurd, raketjes, het waren gewoon flinke raketten die natuurlijk voortdurend bleven gestuurd worden vanuit Gaza, ook in 2014. Eigenlijk de hele tijd door, hè? Altijd. Ik was er ook in Israël in 2014. Dat was echt. Die oorlog was ook afschuwelijk. Ik bedoel, we zaten echt de hele dag of in die schuilkelder. Zeven keer per dag of zo. Dan kwam er weer een raket en die werd dan inderdaad uit de lucht geschoten. Maar het wil niet zeggen dat daarmee er rust is of zo. Er is een deal gesloten met een monster. En dat monster heeft zich niet rustig gehouden. Heeft gedaan alsof ze het genoeg vonden om raketten te sturen. En een klein beetje een tandjes te laten zien. Maar ondertussen bouwden ze dus aan iets gruwelijks. Dat is natuurlijk wat er is gebeurd. Iets verschrikkelijks. Van een pure vernedering. Een verkrachting. Het is een verkrachting van Israël geweest. 7 oktober. Ik loop bijna elke dag over straat dat ik even een soort rilsel heb van, oh god, weet je, dat je even weer voelt hoe verschrikkelijk het is wat ze hebben gedaan. Ja, en dus het voelt ook, dus wat ik zo apart vind of zo bizar, dus dat is dan wat dan deze dag heel erg speelt, is dat hoofd van Harvard, die vrouw die die nu ontslagen is, ja, maar die ook in een verhoor eigenlijk aan haar werd dan gevraagd, waarom hebben jullie je niet zorg gedragen voor Joodse mensen op de campus in nasleep van die dat er zoveel pro-Palestijns geluid, pro-Gazaans geluid vandaan komt. En waarom er zoveel activisme is, pro-Palestijns activisme op de campus is. En zij had als antwoord, oh ja, toen hebben zij volgens mij echt zo zelfs letterlijk gevraagd van een oproep tot genocide. Eigenlijk als echo van de Holocaust, of ze dat ook hate speech vond. En toen zei zij van, ja, dat hangt van de context af. En dat is volgens mij waardoor het balletje ging rollen. Toen is ze op een gegeven moment is er plagiaat naar boven gekomen. En dat heeft haar uiteindelijk tot haar ontslag geleid. En, maar dat van die context, dat zei die McGill, hè? Oh, oké. Okay. Misschien vergis ik me dan. Ja, dat is die andere vrouw. Die ook ontslagen werd. Ik weet niet wat de voornaam is, maar die dat was haar Klaus, zeg maar. En McLaughlin Gay, die ging daar gewoon in. Ja. Ms. McGill at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment, yes. I am asking, specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment.
So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your testimony that you will not answer yes? If it is, if the speech becomes, yes or no. If the speech becomes conduct, it can be harassment, yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm gonna give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. The answer is yes. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be, depending on the context. What's the context? Targeted as an individual, targeted as, at an individual. It's targeted at Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? Do you understand that dehumanization is part of antisemitism? I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Anti-Semitic rhetoric. And is it anti-Semitic rhetoric? Anti-Semitic rhetoric when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct and we do take action. So the answer is yes. That calling for the genocide of Jews violates Harvard code of conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board. En wat ik interessant vind, nu jij zegt van ja, het is een verkrachting van Israël. Mm-hmm. En die ook echt koude rillingen, elke dag weer de koude rillingen bezorgt. Dan vind ik het, als je te zeggen, die analogie giet. Dan is het interessant dat eigenlijk op het wereldtoneel het victim-blaming-achtige reflex veroorzaakt is. Dat je zeg maar, op microniveau diezelfde academici meteen erbovenop zitten van nee, maar dit is victim-blaming. Je mag nooit dat daar slachtofferschap omdraaien. En dat nu op zo'n grote schaal precies andersom gebeurt. Dat is zo ironisch aan de situatie. Ja. En dan is het dan, wat het extra bizar eigenlijk ook maakt, is dat het ook zo'n ongelofelijke agressie was jegens vrouwen. Ja. Ik bedoel, die hele toch wel islamistische, echt gruwelijke, weerzin en neerkijken op vrouwen, dat is zo vertaald in agressie. Door Hamas. Dat is, en femicide was altijd een groot onderwerp, weet je, overal. Nou, behalve nu. Dat maakt het ook zo wrang. Dat juist twee vrouwen, de bazen van Harvard, niet helemaal alleen al daarom die kant hebben bekeken, in ieder geval, tot zich door hebben laten dringen wat er zich daar heeft afgespeeld. Ja. En hoe verklaar je dat? Als je daarover gaat nadenken, van hoe kan dat? Dat is eigenlijk gewoon een interessante vraag zelfs. Nou, dat vind ik echt het ergste. Dat er gewoon... Israël is toch het... Even terug. Israël is een, in principe een democratisch landje in een heleboel toch volkomen dictatoriale en chaotische omgeving. Hè? Een landje, klein pareltje van democratie en vrijheid. En ik bedoel, kijk naar al die ongelofelijke demonstraties de afgelopen jaar. Dat was allemaal mogelijk. Weet je? En je kunt gay zijn, je kunt alles doen waar je zin in hebt. Je bent gewoon een vrij mens in Israël. Nou, en je kunt zeggen wat je wil. En die vrijheid maakt ook dat er een bepaald waarheidsgehalte moet zijn
als het landje zich uitspreekt over dingen, dat je daarin gelooft. Dat je denkt, wat zij zeggen, dat is dezelfde taal die wij spreken als het Westen zijn. Als je gaat kijkt naar de dialoog en het gesprek tussen het Westen en Israël, zou je denken dat zijn gelijkwaardige stemmen. Die hebben kennen dezelfde taal, die spreken dezelfde taal. Wat gebeurt er? De taal van pure terreur en terroristen, Hamas en de leiding van Hamas, die wordt in zekere zin op één lijn geschaald als zo'n democratie die wij dus zouden moeten herkennen. Dus de teksten van Hamas, de verklaringen van Hamas, die worden met precies, misschien nog wel met meer geloof geaccepteerd dan dat landje wat men zou moeten herkennen. Dus als er na die hele toestand filmpjes naar buiten komen dat het Israëlische leger, de IDF, met zoveel voorzichtigheid eigenlijk om mensen hun, ja, om mensen niet te beschermen, of hun privacy te beschermen. Zo mondjesmaat hebben ze die Hamas-beelden naar buiten gebracht om journalisten in te lichten. Wat gebeurt er? Het wordt niet geloofd. Ja, ik heb zelfs begrepen dat grote prominente nieuwsoutlets zoals NOS en de Volkskrant niet eens zijn gaan opkomen dagen bij een viering. Ja, dat was het verhaal dat ze niet kwamen. Dat is zo, ja. Nou ja. Ik wil niet al te direct zijn, maar ik heb mijn stuk aanvankelijk naar de Volkskrant gestuurd. Oh ja. Toen nog eens een eerste versie was van 3000 woorden. Dat is erg lang voor een stuk. Dus ik begreep wel dat dat wat korter moet. Maar daarin somde ik nogal vrijmoedig de gruwelen op die gewoon op beeld door Israël vrij waren gegeven. De Hamas-beelden. En de Volkskrant, die wilde daar toch wat meer bronnen over, van meer van de herkomst van de bronnen weten. Alsof ze het niet geloofden. Hoe kun je de verslaggeving en de propaganda van Hamas, hoe kan je die gelijkstellen aan die van Israël? Ik vind dat. Ja. Want ik hoor het ook wel eens om me heen van vrienden. Van ja, het zijn natuurlijk twee kanten. En de ene vindt dit en de ander vindt dat. Ja, ik denk van twee kanten? Nee. Hoezo? Je gaat toch niet de propaganda van Iran of van Hamas of van Hezbollah gelijkstellen aan het nieuws dat een ander land, dat westers is, democratisch is, ons verschaft. Wat jij nu zegt en wat voor mij volstrekt evident is, daar hebben mensen toch vraagtekens bij. Dus wat zou je tegen zo'n vriendin zeggen, zeg maar, als het een feestje zou zijn en zij zou deze gedachte tot uiting brengen? Wat is je onderbouwing? Van hoe moet je dat? Hoe onderbouw je dat? Dus niet omdat ik ben het met je eens, maar ik ben gewoon benieuwd naar de redenering erachter. Want ik denk dat mensen kan helpen in het zicht krijgen op deze situatie. Ja, ik vind het. Ja. Kijk, hoe kan je een organisatie miljoenen aan gemeenschapsgeld, ons gemeenschapsgeld ook, hè? Want UNRWA, die daar de scholen helpt in stand houden, en schoolboeken ook daardoor onder ogen heeft, waar alleen maar tot moord tegen Joden wordt opgeroepen. Hoe kun je een organisatie als Hamas, die dat geld gebruikt om wapens te kopen en tunnels te graven, om een land vervolgens aan te pakken, meisjes 30 keer te verkrachten en vervolgens te vermoorden. Hoe kun je een land of een organisatie die dat soort dingen doet, die daar zo intrinsiek agressief eigenlijk bezig is, hoe kan je dat vergelijken met met Israël? Ik bedoel, met Israël dat ik zie als een land
dat zich verdedigt. Altijd moet verdedigen en niet anders kan dan verdedigen. Ik bedoel, en dan ga ik nu even voorbij, en dat is natuurlijk de zwakte in mijn verhaal, dat er een bezetting is van de Westoever. En dat er kolonisten zijn waar ik ook niet van houd en waar ik ook gek van word. Want dat is fundamentalisme, dat is opnieuw dat zieke geloof. Ja. Van beide kanten is daar iets fundamenteel fouts aan. Dat is zo. En je moet zeggen als je het vervelend begint te vinden. Maar ik heb zo die argumenten van de tegenstrever in mijn hoofd. Dat ik bijna dat mijn handen jeuken om ze in jouw richting op te gooien. Dus volgens mij is er... Want van de week had ik een interview gelezen met de oprichter van... Of een van de initiatiefnemers in Engeland van Extinction Rebellion. Ja. Ook zo'n fanaticus. Ja. En die had over de Holocaust gezegd... Dat is just another fuckery. Zo een beetje bagatelliserend. Zo van... hij ziet dan de geschiedenis als één grote puinzooi, waarbij dat gewoon een hoofdstukje is. Oh ja. En dus dit is relevant in die zin dat dus ook die beweging, die Greta Thunberg en de radicale klimaatactivisten nu een soort van verwantschap voelen met Gaza en met de Palestijnse kant van de zaak. Maar ik probeer even zicht te krijgen op waar iemand het vandaan haalt om eigenlijk zo'n brute aanslag, zoals die aanslag van Hamas, te bagatelliseren. Om te denken van ja, mm-hmm. maar... Ja, weet je wel, ik probeer ja, maar dat denk ik. Het grote verschil... plaatsen ja, iemand nee, die dat ja, in godsnaam ja, denkt. Maar kijk, het ding is natuurlijk dat... en dat is wat ik inderdaad ook hoorde toen dit was gebeurd. Aanvankelijk één dag was men leefde men mee met Israël. De tweede dag al niet meer, want... Israël had het er toch wel naar gemaakt. He, die gedachte. Alsof er een soort explosie van bijna driftig geweld is ontstaan. Omdat het een soort pressure cooker die ineens openbarst. Die fictie, dat is waar sommige mensen, denk ik, in geloven. En waarom noem je het een fictie? Omdat ik... weet en denk dat al vanaf het allereerste begin van het sticht van die staat Israël eigenlijk al begin van de vorige eeuw waren er al rellen en toestanden tussen de Arabische bevolking en de Joden en ook de geïmporteerde Joden, dus de mensen die naar Israël gingen, dat was al niet zoveel, maar er woonden natuurlijk ook al heel lang Joden. En die weerzin tegen die Joodse invasie is, ik heb er een aantal wetenschappers over gehoord. Die was echt al in een heel vroeg stadium aanwezig. Ik bedoel, en in 1948 is het natuurlijk eenzijdig besloten door de Engelsen en ook wel door het heel Europa, de Verenigde Naties geloof ik. En die toen besloten dat het een land zou worden dat in twee stukken zou moeten komen. Een stukje Arabisch gedeelte en een Joods gedeelte. Nou, alleen al dat was ondenkbaar voor de Arabieren. Dus vandaar dat die oorlog ook meteen een dag ongeveer na het besluit dat Israël zou bestaan. Is het, de dag daarna ongeveer was er al oorlog. Omdat ze het gewoon niet wilden. Ze wilden het niet. En ze willen het nog steeds niet. Toen was er nog niet eens kolonialisme. Er was er nog helemaal niks gebeurd. Het was gewoon zoals het... Nee, want het hoort niet bij hun geloof. Geloof en die dictatoriale manier om je geloof te beleiden... die zit hieronder. Ik bedoel... Hamas is een door Iran gebekte club. En Iran, wat wil Iran? Een sharia. Gisteren zag ik een meme voorbij komen. Die vond ik zelf wel heel scherp. Misschien gaat hij er wel met gestrekt been in. Maar ik ben wel benieuwd of je je erin kan vinden. Ik ga hem even zoeken. Hier. Dus dit is een citaat.
Gaza is precisely what the Western left says it hates. A racist, sexist, homophobic, militaristic, anti-democratic, kleptocratic, dogmatically religious, police state of science fictional inequity and oppression. And they, verwijzen naar links, love it more than anything in the world. Ja. Zit daar wat in? Of is het te grof geformuleerd? Nou, nee. Dit is natuurlijk wat het is. Maar het is natuurlijk, blijft natuurlijk een raadsel waarom mensen niet zien wat een hoe een samenleving zoals Hamas, zoals een staat geleid door Hamas, het is toch totaal niet te rijmen met alle idealen die die jongens en meisjes hebben. Ja. Het is toch gewoon compleet onverenigbaar qua gedachtegoed. Dus alleen dat fundamentalistische van we vinden allemaal hetzelfde. Daarbij kunnen ze elkaar nu een handje schudden. Dat is heel triest. Maar hoe kan je in een totale ongelijkheid staat waar een paar extreem rijke mensen die zich volledig hebben verrijkt ook met gemeenschapsgeld, die anderen, die arme mensen laten creperen en een af en toe een duitje toegooien. Hoe kan je zo'n soort samenleving überhaupt serieus nemen als iets wat te beschermen? Of waarom? Hoe kan je zo kortzichtig zijn? En waar mensen worden, als je tegenstanders hebt, dat je die op een walgelijke manier martelt en ja, ik bedoel, homo's, vrouwen, het is allemaal, al die vrouwen in Gaza die daar met die zwarte jassen en die zwarte jurken rondlopen, allemaal bedekt en mogen niet eens bestaan. Er mogen gewoon moeders zijn en zoveel mogelijk zonen maken om, zodat ze weer kunnen offeren. Hoe kun je zo leven? En ik snap dat mensen gaan leven, als je in zo'n terreurbewind leeft, word je natuurlijk ook, raak je daar ook aan gewend. En ik zie ook wel het gevaar van, als je maar voortdurend een tegenstander neerzet en als iets wat walgelijk is, zoals de Joden, dat gewoon, ja, dat gaat in je ziel zitten. Als je dat al hoort als kind, dat nestelt zich daar en dan komt er een oorlog. Nou, dan wordt het nog eens bevestigd. Dus het is echt super slecht voor alle kanten dat er nu oorlog is. Het is gewoon, het verdeelt iedereen. Het is gewoon één grote shit. En ik denk dat dat het antwoord op jouw vragen en jouw retorische vragen van hoe kan dat toch? Het antwoord is dat mensen gewoon heel weinig weten van de situatie, hoe Israël is gesticht. Ja, dat is zeker zo. Wat er allemaal bij is komen kijken. Ja, dat heeft een bepaalde narratief. Welke geschiedenis dat weer heeft en zo. Ik denk dat, ik merk het gewoon in mijn omgeving als ik daar met mensen over praat. De simpele versie, karikaturaal gezegd, is van hoe kan het toch dat hoe kan je als slachtoffer dader worden? Dat is eigenlijk de simpele gedachte, hè? Dat is inderdaad een idioot narratief. Ja, precies. Maar dat is dus, als je het niet weet, als je het niet leert, als je geen enkele geschiedenis hierover krijgt, is dat wat mensen gewoon zien. Ja. Dus dat is dus volgens mij aan jou of aan mij of aan anderen om op zicht te creëren op die situatie. Omdat je, dus mensen ze weten het gewoon niet. Mensen snappen het gewoon niet. Die snappen de situatie überhaupt niet. De premissen al niet. Nee. De bestaansrecht van de staat Israël, bedoel je dat? Ja. Dus ik heb het idee dat mensen dat al niet snappen en al niet aannemen. Nee. Dus ik zoek naar het, de huistuin- en keukenvariant die je in drie zinnen kan uitleggen aan mensen. Nee, want er waren dat natuurlijk talloze mensen die stateloos waren na de oorlog. Hè? Dus alleen al dat was natuurlijk het gevoel dat er een land was waar ze konden zijn. En toen was er nog niks. Dat was gewoon een land na de oorlog, direct na de oorlog. Dus dat is voor 1948.
Dus mensen gingen dus uit zichzelf naar dat land waarvan ze wisten, daar wonen nog meer Joden en misschien kunnen we daar veilig zijn. Er was nou niet bepaald een... er was net een... Ja, Europa was één grote pogrom tot die tijd, tot 45. Duitsland had alle Joden van heel Europa bij elkaar gebracht en geprobeerd om zoveel mogelijk daarvan te vermoorden. Laten we niet vergeten dat dat is gebeurd. Uit alle landen, ik bedoel, Rusland, Tsjechoslowakije, Oekraïne, wat daar niet allemaal aan moord is, dat is niet te geloven. En eigenlijk de hele 19e eeuw. En 18e eeuw was er natuurlijk bij tijd en wijle was er weer eens een pogrom hier en daar. Dus in zekere zin was dat die 40-45 was helemaal niet de enige moment van de geschiedenis dat er zo verschrikkelijk op moord Joden werd gejaagd. Maar goed, ik bedoel, kijk, die hele geschiedenis van al die oorlogen, 67, 82, de Libanon-oorlog en dan 93, de Oslo-akkoorden. Het is natuurlijk allemaal bekend, maar het lijkt alsof mensen het helemaal niet willen weten. Hoe dat in elkaar zit. Hoe die sequence is gegaan. Nou, niet eens niet willen weten, maar gewoon niet weten. Gewoon echt niet weten. Nee. Ik ben veel in gesprek met jonge mensen, met tieners, met twintigers, met studenten, met mensen die heel geëngageerd zijn en die heel veel goede bedoelingen hebben met de wereld, maar die dit gewoon niet weten. Die gewoon niets overzien. Maar ook deze geschiedenis niet. Van die eigenlijk... Die jij nu heel helder in een paar zinnen schetst. Ja. En dit is eigenlijk... wat volgens mij heel, heel belangrijk is. Om dat gewoon... om dat te zien voor wat het is inderdaad. En hoe kijk je... laat ik een vraag stellen. Hoe kijk je dan naar die... Wat dan in de straten en in stationshallen nu in Nederland... Die from the river to the sea gescandeerd wordt. En dat ik alleen maar... Die sit-ins en zo. Zo ongelooflijk dom is dit. En zo... het is zo makkelijk. Het is zo elkaar huggen in iets... waarvan je hebt geen idee wat je aan het zeggen bent... maar ik vind het ongelooflijk afschuwelijk en kwetsend. En ik denk van, jongens, jullie beseffen dus niet dat jullie roepen op tot genocide. Dit is oproepen tot genocide, eigenlijk. Want je wil dus dat je daar, weet ik veel, hoeveel Israëli's zitten er nu? 7 miljoen, 8 miljoen of zo. Die moeten dus eigenlijk allemaal verdwijnen als je dit roept. Dat is wat je roept. Maar je weet niet eens dat je dat roept. Of misschien weet je wel dat je het roept. Dat is nog erger. Het is een soort opstand. Mensen weten dat niet. Want als ik dit aan mensen zeg, dan is de reactie van nee, maar dat is niet wat ik wil. Ik wil dat de bombardementen stoppen en dat ze een leven krijgen. En dat het niet een. Mensen willen een twee-staten-oplossing. En mensen willen dat die soort. Dat dat prison gevoel verdwijnt. Weet je wel, dat zijn de tegenargumenten. Ze willen een één-staat oplossing. Ze willen geen twee staten. Ze willen één staat. En in principe... Hoe dat zou moeten, ik... I don't know. Het lijkt me om niet te doen. Maar goed, daar roepen ze naartoe op. En het gaat ook om een bepaald soort elkaar kunnen herkennen. En elkaar... Ja, het gevoel van gemeenschap. Het is een beetje wat er in een voetbalstadion gebeurt. Iets engs. Ik vind massaliteit verschrikkelijk. Mijn vader die was 6 of 7. Toen zag hij de fakkeloptochten voorbij komen. De SA. En alle mensen die mee gingen lopen. Die massaliteit van dat bij elkaar horen in iets. Weet ik veel wat. Weet je wel, als je maar dezelfde dingen chant en daarin meegevoerd wordt. Ik vind zelfs wanneer in stadions of in muziekstadions ontzettend wordt meegeblerd en iedereen doet zijn telefoon omhoog, je krijgt er kippenvel van. En ik vind het ook heel eng. Ik voel me altijd een beetje bang. Ja, wat ik zelf dus heel sterk heb, dus
dat ik dan denk van... misschien is dit een angstgedachte omdat ik zelf nu een gezin heb. Dan voel ik me, dat is dat tribale wat jij ook zegt, hè. Maar dan denk ik van, oké, dus als je zo ontzettend boos bent dat je kunt doen wat je hebt gedaan, wat Hamas heeft gedaan op 7 oktober. Mm-hmm. En dan, dat wat zo ontzettend gruwelijk en sadistisch en wreed is, echt barbaars en middeleeuws. Als je dat kan doen, omdat je dus zo boos bent. Maar dat is dus niet waar. Ik denk niet dat ze boos waren. Ze hadden gewoon... dit was gewoon een plan. Die boosheid die veronderstelt dat er iets een reden is om boos te zijn. Ja. Maar het was een duivels plan. Ik denk ook, want ik heb ook gelezen dat degenen die dit gingen doen een bepaald druk hebben genomen om maar zoveel mogelijk gruwelen te kunnen doen. Want dat moest. Het is een voorbereide gruwel. Dat maakt het nog vreder. Ja. Het is geen mensen die in woede... Nee, mensen zijn in bloeddorst en pure minachting gaan moorden. Het plan zat er hem alleen in dat er een gigantische gruwel moest worden gecreëerd, zodat Israël zou reageren. Zodat Israël zich zou worden uitgedaagd om iets te doen. Wat ik zo goed vond aan het stuk wat je had geschreven in NRC... was dat je eigenlijk twee dingen voor mij combineerde. Namelijk aan de ene kant bracht je, naar mijn idee, empathie op voor zowel het, voor beide perspectieven. Mm-hmm. Voor alle perspectieven. En tegelijkertijd deed je ook een soort prangende uitspraak om je uit te spreken voor Israël. Om daar eigenlijk even in zo'n gruwelijke tijd om even wel een soort ferm een soort pas op de plaats te zetten. En die twee dingen gecombineerd, dat vond ik heel sterk aan. Ik knapte bijna van weerzin over de dingen die gebeurd waren. En ik voelde ook, ik kan er niks mee. Ik kan het niet vertalen, want je wordt direct een zieligert en een huilfiguur in de ogen van anderen. Terwijl er aan de andere kant ook lijden is. Dus dan wordt het weer een soort leedoorlogje. De leedoorlog. Dat is om te kotsen. En tegelijkertijd... Je ontkomt er haast niet aan. Hè? Dus ik wilde het benoemen zonder dat ik in een leedoorlog terecht zou komen. Maar ik wilde wel de leedoorlog benoemen. Dat is denk ik waarom ik dat stuk moest schrijven. Ja, ja, ik klikte ook even door op de linkjes in het stuk. En toen kwam ik ook bij de 4 mei lezing die je ooit hebt geschreven. En daarin verwees je weer naar je vader. En toen kwam ik op een pagina waarin hij geïnterviewd werd over een publicatie. Dat zat ik te lezen vanmorgen. En daaruit leerde ik ook dat je vader heel lang heeft gezwegen over de situatie. En dan op een gegeven moment, echt na 30 of 40 jaar, ineens wel toch aanging om daar woorden voor te zoeken. Ja. En daar werd ook het verschil eigenlijk verkend van tussen het binnenhouden en het uiten, tot uiting brengen. Hoe dat je kan, ook als je het binnenhoudt, dat je ook weer kan verteren. Terwijl je toch ook zo'n vorm voor jezelf moet vinden om je... Om dat uit te brengen. Ja, ja. En mijn vader deed dat dan op een wetenschappelijke manier bijna. Want hij was socioloog. Dus dan ging die... uitzoeken waarom bepaalde dingen gebeurd waren. En hij wilde eigenlijk een antwoord hebben op waarom overleven die mensen wel en die niet. En uiteindelijk was zijn, na heel veel onderzoek, had hij maar één conclusie. En die zei, dat was gewoon, het is toeval. Ja. Het is echt alleen maar toeval. Er zijn geen recepten voor of zo. Ja. Of constantes. De enige constante die hij kon vinden in zijn groep, want hij was dat in een groep van, nou, ik weet niet, 15 jongens die allemaal in hetzelfde lager zaten.
En die hebben het voor een groot deel overleefd omdat ze elkaar hadden. En omdat ze allemaal dezelfde leeftijd hadden, zo rond de 13, 14. En omdat ze op een of andere manier een soort kameraderie hadden, waardoor dat hielp. Kennelijk. Maar dat is ook niet helemaal waar. Weet je, dan zijn er weer allerlei uitzonderingen. Dus ja. Er was niks. Is het een mens van Primo Levi? Zit op een gegeven moment een scène van iemand die zichzelf dan aan het scheren is. En elke ochtend. En dat Primo Levi dan ook zo opmerkt dat hij dat eigenlijk verbazingwekkend vindt. Ja. Dat iemand, en dat is het antwoord van die. Ik parafraseer even uit mijn hoofd. Ik weet niet, ik heb dat 4 of 5 jaar geleden gelezen, dus ik weet niet helemaal meer. Maar iets in de richting van, dan zegt hij iets in de richting van, ja, maar als je dat niet meer kan opbrengen, wat voor wereld leven we dan? En wat ik dan een heel mooi, echt heel mooi poëtische manier van antwoorden vind. En ik denk dat dat ook, dat is iets wat heel erg is bijgebleven bij mij. En een ander voorbeeld van het boek wat erna komt, van Primo Levi, Het Respijt, wat eigenlijk om zijn omzwervingen gaat in de jaren na de Holocaust, dat hij me eigenlijk nog 1 of 2 jaar lang moet rondreizen voordat hij überhaupt thuis komt. Een soort totaal absurde odyssee. En dan ontmoet hij een Griek waar hij mee optrekt. En die heeft dan eigenlijk, dan is de meest gruwelijke gebeurtenis van de menselijke geschiedenis is net misschien een paar weken, een paar maanden ligt achter je. En dan zit hij op een marktplein al, is hij een soort vrolijke hosselaar, die Griek. Dat wordt dan ook geportretteerd als een verbazingwekkend figuur. Ja, ja. En dat zijn eigenlijk twee, dat is de andere anekdote die me altijd is bijgebleven. Die twee verhalen van Primo Levi. Primo Levi is me altijd bijgebleven, omdat hij eigenlijk bijna als een soort vingercamera in die wereld voor mij zit. Heel erg zo beschrijvend en niet veroordelend. Maar meer zeg maar, heel weinig judgmental, heel weinig, hoe noem je dat? Ja. Veroordelend. Ja. En heel erg passief en heel erg onbevangen. Ja. En dus dit zijn dan twee onbevangen portretten van hem. Mm-hmm. En dat sluit voor mij wel aan bij wat je zegt over die jongens van 14, 13 die kameraadschap vinden. Dus er zit ook iets in alle verhalen. Wat mij dan opvalt is die dus als je geest niet geknakt wordt, als je blijft scheren, als je dus ook alweer een dag na de grootste horende handel op straat ziet, dat gekke optimisme wat sommige mensen hebben of zo, dat heb ik altijd gezien, maar misschien is dat ook weer te, ik weet het ook niet, hè, ik vind het misschien heel banaal om dit zo te zeggen, maar dus dat is wat mijn gedachte altijd is geweest, maar ik vind die gedachte die jij zegt, het alternatief, namelijk het is willekeur, het is chaos, het is toeval, is eigenlijk ook heel verleidelijk om te geloven. Dat is ik vind die verleidelijk. Ik zou het liever hebben dat ik dat ik antwoorden zou vinden. Hij ook, maar hij kon ze gewoon niet vinden en leefde daar vervolgens mee. Dat is het een beetje. Ja, maar de hij begint natuurlijk zijn hele boek met die passage dat hij die strepen over de hemel, hè, aan de hemel, strepen aan de hemel, dat is ook zijn belangrijkste, bekendste boek. En dan dat is genoemd naar die ervaring. Dus dat hij die strepen over ziet komen van die geallieerden. Ja, ook heel beschrijvend, hè? Ja, die dan niet bombarderen. En De gruwel daarvan, het cynisme dat daarachter schuil ging, dat heeft hij dus uitgezocht. En dat heeft hij ontdekt bij andere historici die dat bevestigden. Dat het geen onmacht was, maar dat het een policy was. Ze wilden niet bombarderen. Ze hadden daar geen behoefte aan. Ze hadden geen behoefte aan om die kampen te legen, om die mensen daar te bevrijden. Het was heel erg eigenlijk. En dat. Zeker weer een buitenkering van wat bombarderen betekent. Als je dan vandaag naar het sentiment van Gaza kijkt. Hè? Ja. Dus dat niet bombarderen juist ook weer cynisch kan zijn. Ja. Dat is het maffende aan. Ja, dus je moet de betekenis van het doel van de bombardementen begrijpen. Het wezen van waarom er gebombardeerd wordt. Ja. Om iets te kunnen vinden van bombardementen. In plaats van dat het natuurlijk evident is dat het zielig is en erg als er een bom op een huis valt. En dat die mensen daaronder terechtkomen. Ja. Dat weet iedereen dat verschrikkelijk is. Ja. Ja goed, weet je, ook dat, want elke week krijgen we nieuwe nummers door. Hè, van, terwijl er wordt op dit moment helemaal niet zoveel gebombardeerd. Dat is gewoon niet waar. En toch gaan die getallen gewoon heel netjes omhoog. Maar dat zijn de getallen die Hamas ons geeft. Hè? Ja. Hoe moeten we weten of dat klopt?
Ja. Niemand weet het. Ja, ik zag ook een filmpje. En de burgers en strijders, allemaal door elkaar. Dus ja, iedereen van, oh, 22.000. Maar is dat dan zo? Ja. Is het echt zo? Of is het ook maar een getal wat ze bedenken? En, ja, want in mijn aanvankelijke versie stond ook van ja, als Hamas gewoon zelf zijn eigen burgers net zoveel waard vond als Israël zijn burgers de moeite waard vindt, dan zou dat een hele andere samenleving zijn. En dan zouden het ook niet alleen maar nummers zijn. Dan zouden het namen zijn en met mensen met geschiedenissen. Maar daar is de Hamas toch helemaal niet mee bezig. Ja. Met de geschiedenissen en de familiebanden en het geluk of de welzijn van hun burgers. Nee, het interesseert geen drol. Dus dat, ja, dat maakt het ook allemaal zo totaal onvergelijkbaar. Ja, en daarover gesproken, je zegt er wordt eigenlijk helemaal niet meer zoveel gebombardeerd. Ik zag van de week of gisteren een tweet voorbij komen. Ik weet overigens niet van wie, maar Twitter is zo'n gek medium. Dus ik vond het toch heel boeiend. Er staat Scenes from the Market Today in Jabalia, als ik het goed uitspreek, ja, in Noord-Gaza. En dat is dan een hele drukke markt. En dat schrijft iemand erboven, en dat vond ik heel geestig eigenlijk, het soort ironische knipoog. Now that Israel has genocided them and ethnically cleansed and transferred them, Palestinians in North Gaza are now back haggling at the market. Dus dat is natuurlijk een ironische verwijzing naar het verwijt van, Israël is een genocide aan het plegen en is een etnische zuivering. Ja. En hij zegt eigenlijk van, nou, na de etnische zuivering keert iedereen weer vrolijk terug naar de markt. Ja. Ja. En dan zie je eigenlijk, ja, daar zit eigenlijk zoveel in die provocatie of in die grap. Maar dat mag niet. Kijk, dat lees jij. En jij zit in een bepaalde bubbel dat je dat soort dingen krijgt. Ja. En in andere bubbels krijg je dat natuurlijk niet. Dan krijg je alleen maar de beelden van allerlei dode, bloederige lichaamsdelen. Ja. Dus dat is, dat is ook zo vreselijk. We zitten in een soort volkomen mist naar feiten te zoeken. Want uit Gaza komt eigenlijk natuurlijk niks. Alleen maar journalisten die weer bang zijn voor Hamas. Ja. Palestijnen. Hoe onafhankelijk zijn die eigenlijk? We weten het toch niet? Ja. Ja, dan is de cirkel weer rond, want dat brengt mij hier. Want ik zoek ook zicht in die mist. Ja. En dat vond ik, daarom verwijs ik nu al meerdere keren naar het stuk. Omdat ik dan vond, ik vind dat je dat met veel empathie en met veel begrip voor alle betrokken partijen toch hebt verwoord. Met vanuit een prangende wens om het perspectief van Israël wel echt te gronden. Mm-hmm. En een soort pleidooi daarvoor te houden. Mm-hmm. En dus misschien kunnen we daar tot slot nog even over nadenken. Van wat zou je kunnen verwoorden voor die mensen die zo in de war zijn? Hoe zou jij zicht creëren in deze mistige situatie? Hoe moeten we hiermee omgaan? Hoe moeten we hier naar kijken? Wat nu? Wat is wijsheid? Hoe kom je uit? Het zijn allemaal grote, ingewikkelde vragen. Ja, maar heel ingewikkeld. Want ik weet het ook niet. Ik bedoel, aanvankelijk was... Laat ik het anders vragen. Hoe ga jij hiermee om? Hoe ga ik hiermee om? Als mens. Hoe ga je hier zelf mee om? Met deze verwarring. Ik op een soort balans van despair en hoop. En ook zit er soms, heb ik een enorm afsluiting. Totale even niet over na willen denken. Omdat ik, ja, het erg is natuurlijk dat ik het liefst net zo jou zou geloven. Hè, we gaan even Hamas helemaal nu erasen van de earth. En daarna gaan we het allemaal, dan zien we daarna wel weer of zo. Ja. Weet je? Het heeft iets heel rustgevends om zulke gedachten te stellen. Terwijl ik gewoon om me heen zie dat het zo niet gaat. Ja, het is, dat is echt dat dakje. Zal ik het even dicht doen? Ik denk, kan dat? Ja, maar ik denk dat je het dan nog steeds zal horen. Ja, misschien iets meer. Ja, ik denk sowieso dat we moeten afronden, hè? Het is nu 2:15. Ja. We zijn al een uur en drie kwartier aan het praten. Ja. Ja,
Maar god, hoe gaan we hier in godsnaam een strikje inleggen in dit gesprek, hè? Ja, nou, er is natuurlijk niet echt er zit niet echt een conclusie aan, natuurlijk. Nee. Het is meer dat er dat we hebben vastgesteld dat er een hoop misverstanden bestaan. En dat er, maar dat er ook een zodanige complexiteit bestaat, zeker over deze materie, dat het ook niet gek is. Ja. Dat er zo ontzettend veel misverstanden bestaan. Maar ik hoop wel met heel veel hoop. Dat bijvoorbeeld de zienswijze van Amerika en de steun vanuit het Westen. Die er nog steeds is voor het beleid van Israël. Ik ben daar heel blij om dat dat dan nog steeds is. Maar dat ik hoop dus ook dat doordringt waarom dat is. En dat er een bepaald soort. Nu lijkt het namelijk alsof. Of die landen. Die steun geven vanuit een soort grillige, dictatoriale of koloniale goedkeuring. He, dat lijkt zo, maar dat is natuurlijk niet zo. En die grotere verbanden van dat Hamas ten eerste wordt gebekt door Iran met een echt oorlogzuchtige gedachte daarachter, die ongelooflijk uitsluitend denkt. En afschuwelijk racistisch eigenlijk. En akelig fundamentalistisch ook. Iets wat onze manier van leven totaal wil verwijderen en opheffen. Als dat inzicht er niet is en niet doordringt, dan blijven mensen ook niet begrijpen waarom de wereld zo doet als hij doet. He, in groter verband. Geopolitiek. Dus. Dan gaan mensen zich terugtrekken in hun kleine holletjes. Zo van de grote stoute van Amerika, het grote stoute Israël. En dat gaat dan een eigen leven leiden. Dat vind ik er heel eng aan. Snap je wat ik bedoel? Ja. Of is dit heel onduidelijk wat ik zeg? Nee, het is heel helder. Ja. Dus ja. Maar hoe krijg je het goed? Want wat ik ook merk is, kijk, op het moment dat ik begon dingen te liken die met begrip voor Israël te maken had, ja, ik word er nu door overspoeld online. En de andere kant wordt steeds kleiner. En dat is bij de andere kant juist dat al andersom. Ja. Dus de mensen die nu niks weten, die weten straks nog minder. Ja. Ja, en het is ook, wat ik ook opvallend vind, is dat je toch een uitgesproken stem toevoegt in het medialandschap, terwijl de neiging van veel mensen is om toch terugtrekkende beweging te maken uit een soort maar het is ook angst. Wel eng. Maar je bent dus niet bang toch, uiteindelijk, al met al? Nou, ik ben wel bang, natuurlijk. Want je krijgt hier, ik moet het ook echt terugzien, dit hele gesprek. Want ik weet dat het heel veel haat oproept. En ook eng soort haat. Online en het is niet meer vrij. De wereld is niet meer vrij. Het lijkt wel alsof het allemaal wat je vroeger, dat je kon zeggen wat je wilde, dat je met elkaar kon discussiëren. Dat is niet meer zo. Mensen, op het moment dat je een bepaalde mening hebt, dan zit je in een pool. En die pool, daar kom je niet meer uit. En daar word je verschrikkelijk om verdoemd. Er zijn echt mensen, gezinnen uit elkaar gebarsten. En vriendenclubs gaan eraan kapot. Het is echt heel, heel heftig. Met corona begon het al natuurlijk. Ja. Hè? Maar dit is ook weer zo'n splijtswam. Het is heel gevaarlijk. Het is eerder nog, denk ik. Ik denk zelfs met Brexit en met Trump. Trump maar zeker. Maar in Nederland is inderdaad corona een heel belangrijk kantelpunt geweest. Ja. Ja, zeker. Heel erg. Ik heb wel zelf wel, ik ben wel hoopvol op dat vlak. Oh ja? Ik merk gewoon dat ik misschien. Ik zeg altijd tegen iedereen met wie ik praat, zeg ik van nou, wat ik dus merk is dat mensen die
de haters, die hebben helemaal geen zin om 2-3 uur lang gesprek te luisteren. Dus ik, op een of andere manier krijg ik nooit gezeik. Nee. Het is redelijk beschermd door de vorm. Oké, dat is wel goed. Ja. Mensen reageren wel heel boos op als je een minuutje uitknipt, een verkeerd minuutje, en dat zet je op Twitter of zo. Daar kunnen mensen heel boos van worden. Ja. Maar als je gewoon een gesprek van 3 uur op YouTube zet, dan gaat niemand die boos is kijken, want die heeft daar de tijd niet voor. De tijd niet voor, en die heeft ook geen zin om al die nuanceringen aan te horen. Ja, dus dat is want die zijn er natuurlijk in legio. Uiteindelijk wat wij hier doen vandaag is eigenlijk alleen maar proberen volgens mij om die nuance wel aan te brengen. Ja. Dus het is helemaal niet zo aanstootgevend. Vroeger was het gewoon voorheen was het eigenlijk gewoon wat zo vanzelfsprekend was voor mensen dat je dat niet eens als het in praktijk hoefde te zien. Dat was gewoon wat je deed automatisch. Ja. En nu is dat inderdaad wat zeldzamer. Ja. Ik denk dat we het gewoon even voor hier moeten afronden. Mm-hmm. Want het is inderdaad, ik zei van tevoren, volgens mij is het onderwerp eerder veel te groot dan te klein. Het kan oneindig alle kanten op. Voor mij was het eigenlijk heel prettig en fijn en ook verhelderend om even van gedachten te wisselen. Mm-hmm. Ik denk dat het sowieso, kijk, ik denk dat je niet moet onderschatten dat het voor mensen ook troostrijk is. Mensen die ook zoals jij misschien nu zegt, op een kamertje zitten en denken van, ik heb al deze gevoelens en al deze gedachten, ik kan ze niet tot uiting brengen. Mm-hmm. En voor mensen is het soms prettig om dan dat even gewoon te horen, om het weer even onder woorden te brengen. Dus nou, dat heb je voor mij vandaag heel goed en helder gedaan. Dus mijn dank is heel groot. Oké. En het is inderdaad ook moedig. Dus dankjewel.